Zo gaat een spierverrekking in doen, zonne man. Kan het aan, ze? Open, open en al. Kom. En op. En neer. Zie je? Een schone kandans moet hebben. Hè? Voelt je hem die kandans? Voel de kandans, ja. En op. En neer. En zo wil je tot 24 gaan. Ja? En open. Ja, kom maar. En open. Dus gewoon rustig binnenkomen, hè? Oké. Actie! Actie! Klootzak. Nee, Bart, nee. Bart, doe niet mee. Waarom mag ik niet mee? Omdat je er niet schoon hebt, zeet. Oh, dat doet zeer. Wat is er niet appetijtelijk? Je hebt maar één buikspier en het is een vrij dikke. Kan ik ook een break aan ruren? En kan ik ook perfect in een zon? Oh, dat was de blik! Allee! Allee! Inderdaad, kom er ook maar gezellig bij. Instappen, instappen. Ça va, on y va. Allez, Rudy, en we zijn vertrokken. Coco. Hey, Pipo's! Yo, kill hem dan ook! Hier! Dat was al niet slecht. En dat ook gebeurt zeker dat je iemand gekend hebt. Ja. Die een keer met een vijand geraakt is, joh. Ja. Ja, ik denk eraan terug, joh. Hé, aan die een tijd. Het was toch niet al, hé? Dat is erg, hè. Het is erg, hè. Dat is erg geweest in die een tijd, joh. Wie? Martha? Ja. Als ik dat zo zie, die oogstjes glinsteren, hè, dat is... Dat maakt me gelukkig, hè. Als ik die oogstjes zie glinsteren... Ja, wat is dat, hè? Ah. Overmachen! Overmachen! Overmachen, zei ik! Overmachen! Axe! Pizza! Ik heb al zin in nog iets lekkers. Hadden jullie nog iets lekkers gezien dan? Pizza! Ja. Ik heb al zin in iets anders. Had je nog iets anders lekkers gezien dan? Oké, lekker terug een keer van in het begin. Axe! Pizza! Ik heb al zin in iets anders. Axe! Pizza! Ik heb al zin in iets anders. Hadden jullie nog iets lekkers gezien dan? Oh my god! Jezus, kerel! Heet dat moeder dan? Ik vind het abrupt. Ik vind het te abrupt. Ik bedoel, wie komt er nu zo af? Ik versta dat niet. Moeten we even zien, neuken? Hallo. Ik heb iets opstaan. Ziet er goed uit, Dat is... Jammer. Ja, sausie. Ja. Maar ja, het is met saus, hè. Ik zal met veel sausen. Ja.
Ik ga hem even gereed maken. Dat is een heel ernstig woord. Ja, ja, sausie, sausie, hè. Ja, 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 natuurlijk. Het is met saus. Ja, met veel saus, hè. Ik ga me... Verdomme. De sausie, sausie, hè. Ja, met bolognese is... toch, hè. Ja, uiteindelijk. Het is meer mayonaise dan bolognese, pijs ik. Ik ga mijn gereed maken. Ik ga mij klaarmaken. En dan kom ik af. Wacht, wat wil ik? Okay. Absoluut, Scandinavië, de Seychellen. Ik wil ja? Kan je overal mee ja, pakken. Serieus? Jij ziet er mijn mes met heel veel talent. Dus... Ik heb gehoord dat je veel hebt gedaan. Wat was het dan eigenlijk allemaal... Lord of the Cockrings, Gangbang Granny, Anal Sluts 2, Cockless. Ik heb de afgelopen 3 jaar, denk ik, 35 films gedraaid. Ja, ja. Gemakkelijk, gemakkelijk. Zeker? Ja, Anal Sluts 1 tot 8, Granny's Gangbang, Lord of the Cockrings, Pandora Peaks. Serieus? Ik heb, ja, ja, Tiffany Wide Open, ik heb dat allemaal... Hoek weggelopen. Hij komt terug. Pizza. Ik heb wel zin in iets anders. Ah ja? Had je nog iets lekkers in oog dan? Jongens, echt waar. Maar allee, waar is dat? Jongens, allee. Wat is dat? Wat is dat? Wat moet ik dan ermee gaan doen, zeg? Pizza. Pizza. Want je slaat de boot, kom maar mee. Kom maar mee, kom maar mee. Kijk ik meekomen? Tuurlijk. Oei, oei. Je gaat je kop dan doorsteken. Oei, oei, oei. En ik maak een schone foto van u. Is goed. Oei. Dag. Geld vangen? Ja. Ik heb nog geen geld gehad, jongens. Ik heb geen geld bij. Het is goed geweest, het is goed. Ga maar uit. Maar wacht, heb je al betaald? Wat maakt het eruit, jij? Nee, ik heb gezegd, ik heb geen geld bij. Zo, Willy, het ik heb nog gevraagd voor de ding, maar ze vandaan heeft geen geld bij, zegt hij. Ja, hola, hola, kom goed op mijn kop een keer uit, zeg. Eerst betalen, madame, 10 ja. euro, hè. Willy! Nee, wat denkt u wel? Wat? Willy! Hé, hey, kameraad. Ah, voilà. Het is goed, je mag eraan staan. Het wordt 10 euro. Het is in orde, het is in orde. Wie heeft betaald? De jongen hier. En de dokter. Ah, voilà. Leg maar een beetje. Oh, magnifique, kind. Prachtig, hè. Enig mooie. Zonnekop, op iets formidabel. Buitengewoon. Hey. Ik moet u bedanken, dat is alles. Dat is alles. Is het gedaan? We hebben het geld gehad, dat is alles, hè. Wacht maar, ik zal je foto geven. Wacht een beetje, hè. Blazen wordt gebruikt, hè. Ja, ja. Er staat niks op, joh. Ja, je hebt toch betaald, hè, madame. Ja, ja, zal. Kijk, dat is een prachtig foto, mijn kind. Magnifiek. Dat is voor in te kader of zoiets. Ja. Goed. Direct doen, magnifiek hè. Terug waar. Ja. En we hebben centen vast, dus. Ça va. Komt in orde. Ik zou 10 euro wel terug willen. Allee, kom jong, was het 10 euro, is er niks. Nee. Dat allee, kom jong. 405. Allee, allee, allee. Kun je dat een foto? Ja, dat zal wel. Wat? Is toch een goede foto? Ja. Kom jong, kom jong, kom jong. Zit jij daar eens achter en dan? Allee. Goed. Allee, dan zit ik weg. Met name mijn moeder bedanken, kind. Ja. Je bent een schat. Allee, je bent een schat. Wat mag u van het tweede seizoen van Het Geslachte Pauw verwachten? Totaal anders. Ja, we gaan een keer totaal... Volledig anders. Want de vorige keer, moet ik er eerlijk bij zeggen, hebben ze ons soms verkeerd gemonteerd. En dan kwamen we in een negatief daglicht. Dat gaat niet meer gebeuren. Nee. We gaan dat een beetje controle over doen, voilà. Want voor de rest zijn we eigenlijk ook maar een doorsnee gezin met traditionele waarden, zoals elk ander gezin in Vlaanderen. Wat is het probleem? Ja. Jullie zijn toch niet zo traditioneel? Wij zijn wel traditioneel. Met Vlaamse waarden en deugden.
dat, joh? Ga een keer weg, jongen, wat is dat hier? Dat is hier gewoon privé, man. Dat is mijn vrouw, maar wat is privé, man? Ik kon niet volstrekt oninteressant doen. Ik bedoel, dit is... Het heeft geen zin dat je meegaat. Er is nog niks beters te doen vandaag. Nou, maar... Ga je zeggen dat ik die wedstrijd moet doen of wat tussen een vrouw spelen? Kijk. Pizza! Je gaat te lang niet. Twee maanden. Twee maanden! Ja. Ik zal het doen! Let's party! Want dat is stressvol, volgens mij. Nee. Je ziet hem maar af. Die blauwe nek. Kijk hem. Jij zelf zien, hè? Niet om mij laten zien. Oké, steek ze maar terug tussen. Voilà. Kijk goed, hè? Sla ik gewoon op die kaarten op en... Dat is ze niet. Maaike Kafmeijer. Goed, dat is ze niet. Nee. Ga je wat moeilijk doen, of wat? Maaike. Ik heb niks gedaan. Jawel, dat was lelijk. Ja. Benny. Denk maar gewoon of dat je gewoon je voelt. Ja, dat je voelt. Zo. En wel een beetje vruchtbaar, eigenlijk. Hè? Vruchtbaar. Zwembroek is wel nat. Ja, maar dat mag nat zijn, nee, Axel. Ga je gaan zwemmen, is je zwembroek ook nat. Wie moet je kalender kopen? Wie klant en dergelijke. Kom, naar die Manu! Naar die Manu! Daar zit die bevaarders! Daar zit die bevaarders! Kom, Bart, kom alsjeblieft. Wat van die motto, echt waar? Gaat daar. Alle jongens. We waren ook. Uiteindelijk is op een kinder is leven verdwenen, maar er is ook leven bij. Wat heb je gedaan? Als ik stoor. Ze zijn nu in het zak aan het zitten, hoor. Bart, jongen, Bart. Zeg Bart. Fuck. Zeg Bart, ze zijn nu in het zak aan het zitten. Allee! Bart. Bart, ze zijn nu in het zak aan het zitten. Ja? Monkey balls. Is monkey balls. Is best when fresh. You know when monkey has no sex for 2 months. More monkey balls. Best when fresh. When monkey has no sex for 2 months. I have killed many men. Zeg, welke streek zijn jij opgegroeid, joh? Die hebben er allemaal aan, Brein. En een streek? Oh, dan moet je met een bed, ik zeker. Shit, wacht dan toch!
Oh. Nee, moet ik. Dat moet spreken ook, hè? Ja. Moet ook acteren, hè, Max? Ja. Hij moet echt zo, hè? Zo van onder haar arm, zo dat we zo dit zien. Voilà, laat uw lichaam vrij. Dan gaan we over tot de hele essentie van ons dingen. En dan. En nu gaan we overgaan tot de essentie van het loslaten. Ja? Voel je dat? Ja. Hey, maat. Okay. Bart, het is belangrijk dat het lichaam wordt losgelaten. Ja, wel, zou ik graag willen dat je mijn vrouw haar lichaam loslaat. Hè? Ik weet niet welke ik dat je van plan bent te zoeken, maar mijn en ik zouden liever willen dat, u en ik mijn vrouw loslaat. Hè? En tussen mijn en u en ik gezegd dat je zwegen. Hè? Ik zou ook een keer overstap naar iets van vaste voedingen, joh. Heb je alles bij? Snor, bril, pet? Ja, ik heb alles bij. Nee, maar je mag niks vergeten. Tine, ik heb alles bij. Nee, maar je mag er niet slordig in worden, dat is wat ik wil zeggen. Jij met je hormonen altijd. Hoeveel weken zit je nu onder koffer? Een week of 8, zeker? 8. Dat zijn 7 dagen. 8 × 7. Zoveel. 54. Nee, hè. 7 × 7 is 49. 7 × 7 is... 49. Oh, plus 7 is 54. Dat is... Nee, hè. Wat? Plus 1 is 50 en dan 56. Plus... 56. 8 × 7 is 56 of wat? Niks. Maar jawel, 7 × 7 is toch 49. Maar ken jij je tafels niet, of wat? Ja, maar 7 × 7 is 49, plus 7, plus 7 is 54. Dat is 56? Nee. Maar jawel. Ja, en dan telt er nog eens 7 bij, dan zit er dat... Wat is het dan? Ah, wel, dan is dan... 56 plus 7. Wacht, hè. 8 plus 8 is 16. Plus... 63. Dat is 24. Plus 7 is 32. Plus 7 is... 31, hè. Oh ja, 31. Plus 7 is 38. Plus 7 is... 45. Dat klopt niet, dat is 45. 7 × 7 is toch niet 45. 8 plus 8, 16. Plus 8 is 24. Ja, maar we zijn over 7 bezig, hè. Ja, maar... Het is 7, hè. Oh nee, 7 maal 8. 7. Ah ja, jij doet met 8. Ja. 8 plus 8 is 16, plus 8 is 24, plus 8 is 31, plus 8 is 39. 16 plus 8 is 24, hè? 46 plus 7 is 53. Ah, ja. Nee, we zullen met 7. Ofwel moeten we met 8 blijven doen, ofwel met 7. Dat telt gaat dan, hè? Dan als je beter bent. 7 × 7 is 49, dat weet ik. Plus 7 1 is 14. Plus 7 is 23, 7 is 30, 37. Maar dat klopt niet. 37 plus 7 is 44. 44 plus 7 plus 8. Dan is dat toch 52, zo dat je zegt. Maar dat is toch 7 × 7 is toch... Ah ja, pak dat dat dan 46 is. Plus 8. Dan is toch 4... Plus 8 is 54. Ja, ik heb het 54. Ah ja, denk ik. Ja, dat is al een hele tijd, hè. We'll be right back.
open gaat. Er zit dat neemtrein, straks zit dat spel kapot. Goed, we zijn hier bij de familie Pfaff op bezoek. Voor een keer met Sam en Kelly een keer een koffie te drinken. Ja, Bart. De ene docusoap meets die ander. Allemaal gewone manieren. Ik ga fonken geven. Hoort het? Ja, ja, ja. Oude manieren. Ja, maar, natuurlijk. Zeg ik. En niet te veel drinken en al. Ja, ja, maar, die mensen zijn meer kijkers dan wij, hè? Ja, ja, maar ze... Ja, ja? Ja, ja, maar ze zijn ook niet meer, hè. Dat is normaal, hè. Ja. Hier, hè. Hallo, welkom. Godverdomme, hè. De Bart. Ja, Sam. Alles in orde. Hier, hè. Je lukt het tas, hè. Verdomme, hè. Hier, hè. Ruim, hè. Ruim, hè. Oh, nice, hè. Hier. Hallo. Ah. Beste wensen. Absoluut. Hè. We hebben een cakeje meegebracht, want Benny, die kon, Benny kon niet meekomen. Die was aan het schilderen. Hè. Dus ja. Hij is schilderijen aan het maken voor te verkopen voor het goede doel. Een cakeje heeft hij zelf gemaakt. Dat is heel simpel. Goh, er mag iets komen, hè, joh. Ja? Iets voor een keer mag al iets komen. Wat mag dat zijn? Een tasje koffie of iets fris? Champagne, champagne. Of een koffietje is goed voor mij. Koffietje goed, allemaal. Ja. Moet jij geen autoradio hebben? Een autoradio? Dan kun je niks doen met een autoradio. Ja, we hebben allemaal een autoradio. Ah, geef een antwoord. Zonnebanken of zo? Zonnebanken, dat moeten bij Debbie en Nicola zijn. Waarom? Maar ik heb er nog een paar staan. Een toastblok, hè. Ik bedoel, die voldoen aan een Europese norm. Maar... Gaan we er nog iets doen voor het goede doel? Ja, wij gaan hem vaas schenken. Jean-Marie heeft er vroeger ooit eens meegebracht. Vanuit, ja, pak met twee handen. Heel oud dan. Vanuit, vanuit Griekenland. We gaan ook van alles laten veilen, hè, nog. In Zuidoost-Azië. Ja. Stukje cake, Bompa? Een stukje cake? Ja, een klein stukje wel. En voor de rest? Met seks leren, goed, alles. Wow, alles dik in orde. Ja, 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 maar je zei, ik mag zeker niet klagen. Ik ook niet, we hebben bijna elke dag van de week seks. Hola. Bijna op maandag, bijna op dinsdag, bijna op woensdag. Dat is lachen, hè. Het smaakt. En Benny kan daar wat van. Zou je buiten bakken worden, hè? Het wc, wat is dat? Ah, dat is wacht op toon. Kijk hier, ja. Hallo, jong. Wat stik toch al aan je hand? Weet je wat nu wel een geweldig voordeel is? Je kunt dat nu per stuk verkopen, hè? Dus je kunt dat stuk verkopen, veilen, en dat. Is dat niet beter? En beter, hè? En dan kun je allemaal veilen, hè? Voordeel heb je meer om te veilen nu, hè? Ik voel me niet echt goed, hè? Wat dat? Ik weet niet. Ik ga niet een keer last van mijn maag. Excuseer. Hoi. Is waarschijnlijk eentje in de gang iets achtergelaten, zeker? Ik had er zo slecht tegen, toch? Hè? Ik wil even een paar eentjes halen. Ik zit direct terug, hè. Ja. Dat is toch iets komiek. Misschien is beter dan maar. Hè? Ik heb misschien een teken, nee, dat is wel een zeggen van... Ja, misschien het is genoeg geweest. Ja. Kan, hè. Ja. Wat is dat? Wat is dat? Ik had die lepeltjes meegenomen voor te veilen, hè, voor het goede doel. Dat is... kunnen misschien Carmen en Jean-Marie zelf laten veilen. Hè? Oma, ik snap de goede bedoeling. Hè? Ik snap de goede bedoeling die erachter zit. Hè? Dat is goed bedoeld. Hè? Kom ze weg. We zijn weg, hè? Ben jij weer bezig, oma? Sam? Zijn wij geen missie voor de koffie, hè? Ik ken de Vlaming van dinges, van de fernsehen spelen. Okay.
Het is ook zo'n klein beetje Vlaanderen van Kansenland. Het zit er van alles. Het is een breed gelaagd programma. Hè. Je hebt praten, je hebt goede gesprekken, je hebt alles. Het is breed gelaagd. Mensen zien dat graag. Hè? Mensen zien dat graag. Hè? Dat is typische Oostenrijkse. Mensen zien dat graag, hè? Op de versie. Hè? Ja. Jeff, zo mooi. Cheers. Jeff. Cheers. Het wordt wel leeg, hè? Ja, het is echt de vodka, deze. Wat vind jij van mij als presentator? Vind jij mij een goede presentator? Hé? Het kan deugden, hè, maat? Hé? Heeft hij geantwoord, hè? Afblijven dan, hè? Volgende vraag. Al mijn vragen zijn op. Ik heb echt wel alles wat ik moet weten. Vraagt. Alles wat ik moet weten over u, weet ik. Allee, Bart, jong. Ja, het vindt ons niet dan truffel, hè. En dan moet je dat in dat bubbelbad steken. Hè? Dan steek je dat in een bubbelbad met olies en dingen. Nou, dat moest hij doen, hè? Ja, je moest. Ik heb me. Anders zit je ambetant als je maandstonden hebt? Nee. Tja. Hey, hallo. Kunnen ze. Eerst arbeiten en dan kunnen ze in de keuken een stutje smeren, hè? Nu, eerst arbeiten en dan kunnen ze in de keuken een stutje smeren, hè? Niet aan de dingen komen, hè? Ja, maar ja, wat is dat niet voor manier? Naar dat gezien? Je moet daar niet te gemakkelijk tegen zijn, je moet daar streng tegen zijn. Uiteindelijk, Hitler komt van Oostenrijk, hè? Logisch. Pak daar eens een keer. Sorry, maar ja, ik weet niet. Ella! Hey! Ella, dat heb ik gezien, hè? Hey! Ella, dat heb ik gezien, hè, man? Eerst arbeiden en dan kunnen hij in de keuken een stukje smeren, maar hier, eerst arbeiden. Zit jij mij met Martijn en poten in haar zitten? Zijn jij niet beschaamd? Ella, maar, hey! Dat heb ik gezien, hè, man. Je moest. Ze dus hem gewoon met je posten in dat deze. Ella, hey, dat heb ik gezien, hè, man. Wat zijn dan niet voor manieren? Je zit met die posten in dat zessen. Hey, Ella. Hey, wat is dat voor manieren? Dat heb ik gezien, hè, maat. Met deine posten in dat deze. Hey, Elaba, dat heb ik gezien, hè, maat. Wat is dat voor manieren? Met je posten in dat zessen? Dat is nou. Dat is proper, das. Dat is zo. Allee, daar gaat. Waarom die dingen? Ik heb geen mama en papa die je heeft opgevoed. En zei het, meneer? Mijn biografie? Allee? Mijn biografie, hè? X-Schalks Ruiter, hè? Ah, ja. Een keer een fragmentje voorlezen, anders. Dat mag eens, hoor. Ja? Dat is zo'n keer zo wat grappige anekdotes dat ik eens een keer meegemaakt heb, hè? Ah, ja. Nog een schone.
Die ochtend at ik een boterham met choco. En een boterham met confituur. Ik ben altijd al een zoetebek geweest. Ik had daarna nog een croissant en een chocoladekoek. Een boterham met paarden gerookt, een boterham met smeerkaas. Daarna had ik nog een boterham met kalfsworst. Ik had ook nog een boterham met een eitje, zo zacht gekookt, dat eet ik al graag. En ik at nog een boterham met préparé. Daarna nog een boterham met filet de sax en een boterham met paardenvlees. Maar zonder zout, zo, hè? Ik ga dat geren. Daarna had ik nog een boterham met choco en nog een boterham met confituur. Want zoals ik al zei, ik ben altijd een zoetebek geweest. Ik had daarna nog een croissant. Ik had daarna nog een koek met van die ingebakken pudding. Daarna had ik nog een koek met van die Franse pan in. En een boterham alweer met paarden gerookt. En een boterham met smeerkaas. En daarna nog een boterham met préparé. En daarna nog een boterham met choco. En om af te sluiten had ik nog een boterham met paarden gerookt. Een boterham met kalkoenfilet. Een boterham met magere kaas. En dan ook nog een boterham met smeerkaas. En daarna natuurlijk, niet te vergeten, een boterham met hagelslag. Een boterham met filet de sax. Ja, het is goed. Hè? Simpele vraag is dan. Ja, ik heb hem ook uitgelegd dat dat eigenlijk niks bijdraagt aan het interview. Wat voor een belachelijke vraag is dan? Ik heb hem dat ook uitgelegd. Wat voor een belachelijke vraag is dan? Ja, dat heb ik hem ook uitgelegd. Ik zeg, wat heeft dat nu als bijdrage tot het gesprek? Wat voor een belachelijke vraag is dan? Ja, dat heb ik hem ook uitgelegd. Zeg, wat heeft dat nu als bijdrage? 3 uur later. Wat voor een belachelijke vraag is dan nu? Nee, precies, mijn hoesting niet. Wat voor een belachelijke vraag is dan nu? Dan ben ik er echt aan mij geweest. Uiteraard niet. Ik sta hier al 10 keer serieus. Wat voor een belachelijke vraag is dan nu? Ja, ik zei het ook. Is dat nu een uitdruk? Wat was het die weer? Maar ja, gaat er dan naartoe? Ja, als je kunt verbeteren, gaat er gewoon naartoe. Hup. Maar moet ik er niet naartoe gaan? Wat is dat nu voor zever? Dan kan ik toch niet... Allee, dat gaat er... Gaat er toch niet om? Wat gaat dan achter mijn rug doen? Dat zal ik geen vet doen, dat je niet. Wat voor een belachelijke vraag is dan? Wel, dat heb ik hem ook uitgelegd. Ik zeg, wat draagt dat nu bij? U was het nu? U was het. Ga nu een beetje op iemand anders been steken. Dit is goed. Wie is dat? Wie is dat? Jamie of zoiets. Wie is dat? En wil die komt voor de zwembroeken special? Oeh. Ja, ja, Jamie. Voel je iets of Ja. Oeh. Dat is wel een fake, hè. Zabari, nu hebben we probleem, zo. We hebben de Veldra een extra nieuwsbulletin. Wat? Sorry. Nee, maar dat gaat niet meer kunnen goedmaken, ze. Ik kon dat niet kan niet meer goed. Ik had vrij beste moeten doen. Het is niet het moment om niet te filmen, oké? Wat zeg je maar een keer? Nee. Ja, zeg maar een keer wat je zegt. Nee, dat gaat niet door. Gaan we ook een keer opnieuw doen? Ja. Nee, ik heb mijn droom ook opgegeven. Mijn droom was gewoon van een spookhotel. Ik heb dat speciaal opgegeven dat jij kon schoenen speciaal. Oh, oh, oh. Hey. 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 Hier komt een prachtig bed vol beertjes. Een Barbie-droomhuis. Barbie-droomhuis of piratenboot. Een eikenhouten kast vol kleertjes. Zeg, gaat dat hier een beetje gaan? Mag ik hier een beetje privacy hebben met mijn eigen huis, alstublieft, ja? Allee, ze. Al een mens al niet meer in zijn eigen kamer maken, zo. Ziet, we zijn hier dus echt bezig met een concept uit te werken, hè. Elk krijgt dus eigenlijk zijn plaats. Het is een beetje ethiek meets... ik weet het alweer niet meer. Wie is dat? Dat is Maarten. Dat is, die werkt hier. Allee, dat is een jobstudent.
Is het student of wat? Die werkt hier in de weekend. Ja. Zijn we nu? En ons Susie is... we hebben die eigenlijk uit de prostitutie gered. Hè, Susie? Yes. But those times are over now, hè? Yes. You're now here, hè? Yeah. Yes. We zijn onze toilet aan het renoveren. Is, hè. Vloerverwarming en al. Spraaktechnologie. Godverdomme, in de bouwproficiat. Met een bastaard in de familie. Nu zijn we proper geschutteld. De koning heet dat ook, hè? Is waar, hè, dokter? Ja, de koning heet dat ook. Hij zei de koning niet, hè, Bart? Trouwens, de koning heeft meer financiële mogelijkheden. Ik weet het niet. Hé, hoe zit het? Gaat het nog afkomen, denk je, vanavond? Of anders gaan we een andere bevalling filmen al, hè? Het gaat ook niet, hè? Mensen dat een keer zien, hè? Die willen dat graag zien, hè? Een kindje op het einde, dat is normaal, hè? En een schone dag afgekomen, hè? Razin? Dat ventje dat staat aan te kijken naar die paarden, die zijn helemaal... Heel ons ding, wat heet ervan? Dat naar mijn zo stonden naar die paarden te kijken, die waren helemaal wel daarvan, hè? Echt. Die voelen dat, die paarden. Sorry. Actie, kom eens zo binnen. Ja. Oh, shit. Actie. En tenslotte laten we dit onschuldig schoolmeisje aanpakken. Actie. Tenslotte laten we dit onschuldig schoolmeisje... Excuseer mij. Sorry. Sorry. Wacht. Sorry. Sorry. Gaat het? Actie. Ten slotte laten we dit onschuldig schoolmeisje aanbellen, vertellen aan Bart dat ze een zeer grote fan is en vragen om een schoolinterview. Wanneer ze een drankje krijgt toegereikt, zal ze dit op listige wijze over haar boezem laten ondermorsen. Kust mijn klote, zeg. Wacht, hè. Wacht, hè. Sorry, hè. Maar wat gebeurt er als Lucinda haar blouse volledig uittrekt? En top of the bill, wanneer we Maaike boos laten binnenkomen als de betrappende echtgenote. Nu, wat zal de kop van Bart zijn op dat moment in deze compromitterende situatie? Ik kan haast niet wachten om zijn gezicht te zien. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Van, nu gaat het, dat we ze wit willen mij, dat is het zien, hè. Wanneer zij een drankje krijgt toegereikt, zal ze dit op listige wijze haar boezem laten tapisseren. Goed, met deze. Goed, kust me een zak, zeg. Jongens, toch, wacht, hè. Wacht, ja, sorry, hè. Ja, toch. Ja, het komt in orde, het komt in orde, het komt in orde. Wacht, even doen.